Ik ben Marlies Dekkers. Ik ontwerp onder andere lingerie. Ik verkoop in 20 landen. Ik heb 1000 verkooppunten. En ik wil iets voordragen aan de virtuele vitrine. Namelijk Dante. De goddelijke komedie. Het is voor mij een heel belangrijk boek. Al 25 jaar. Ik heb het gelezen voor de eerste keer toen ik 20 was. Ik geloof dat ik toen een week alleen maar daarmee bezig was. Ik kon er niks anders mee denken. Voor mij was het een soort nieuwe bijbel. In de zin van dat het echt een guidance voor het leven is. Wat je tegenkomt in het leven, op welke leeftijd dan ook, dat staat daar beschreven. Over op normen en waardegebied, maar ook op tegenslagen en hoe daarmee om te gaan en hoe andere mensen daarmee omgaan, maar ook met de absolute verlossing. Dus er wordt ook een verlossing aangeboden en weer op een hele andere manier dan het verhaal van de Bijbel. Voor mij is het eigenlijk altijd een leidraad geweest. Ik lees het zo om de paar jaar opnieuw. Dan zie ik ook weer dat ik hele nieuwe dingen zie die ik daarvoor helemaal nooit had gezien. Of vast opgevallen. Dan zie ik dus dat ik gegroeid ben. Of dat een andere fase in mijn leven weer andere dingen aanspreken. Daarnaast is het boek uiteindelijk ook geresulteerd in een nieuwe liefde. Wat wel bijzonder is. Ik ben een briefwisseling begonnen met iemand over dit boek. Een half jaar lang. Daarna heb ik aan hem gevraagd, het is een componist, om daar ook een lied over te schrijven. En dat heeft diegene gedaan. Het was niet de bedoeling, maar uiteindelijk is dat nu de nieuwe liefde in mijn leven. Dus ook daar heeft Dante voor gezorgd. We zijn toen ook nog naar Florence gegaan. Zijn huis bezocht. Waar hij begraven is. Waar hij geleefd heeft. En waar hij weer de inspiratie vandaan heeft voor dit boek. Dus al bij al is Dante voor mij gewoon een persoon die gewoon dagelijks met me meereist. En je snapt dat ik daarom dit boek wil voordragen aan de virtuele vitrine.